Oké iedereen, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Hitman Absolution hier bij Gameplay Vids. Dan gaan we weer eens beginnen met een nieuw level, The King of Chinatown. Wat is dit nou? Black? You need to get off the street. The agency knows my secure locations, and they will be. Nou, kom op, stomme lek, ga weg. Mijn kijkers vinden het niet leuk, en ik ook niet. This is the. Wat is er mis met dit ding opeens? Het is heel raar. Mijn framerate dropt echt heel snel. Can I come with you? You need to hide till I know what's going on. Daar is het weer. Mijn zuster. Oh, it was you who called. Yes. Oh, you must be Victoria. Come on in, child. Thank you for your help. This girl is important. Take this. We will take good care of her, my son. Diana said you need that necklace. Don't lose it. Will you come back? I'll be watching. Nu komen we terug. We zijn 47. Politiewagen. Oh, dat is niet goed. Hello. Birdie, we need to meet. Your actions precede you, my man. Yeah, I gotta say, I admire a man with the courage to shit where he eats. I'm guessing you're in need of some information, and I just might be willing to play ball. But first, I got a favor to ask. You listening? Sweet. Well, see, this is local upstart calling himself the King of Chinatown. Not exactly the understated type. I would really like him to hand in his resignation, if you catch my drift. Dat doen we wel even, jongens. Part 1, The King of Chinatown. Now this king, he resides at the pagoda in the center of the town, where a unit of dirty cops guard his every move. He rarely leaves the crowd except to meet up with his dealer in a pad overlooking the square. Yeah, he's also got a swanky European ride parked in a nearby alley. And that's all I got, Holmes. So, call me back when you're done. Got it? Kijk of hij misschien iets ligt om te gebruiken. Ik zie een container waar we een lijken kunnen stoppen. Hij heeft een fancy ride. Buddy zei dat hij een fancy ride had. Een fancy European ride down the alley. Dan gaan we die eerst bekijken. Kijken of we daar wat mee kunnen. Misschien niet. Wel, maar verder ligt een paar dingen. Kom bij de fresh air. Ik ga even kijken.
Hier op de grond. Hallo? Yeah, no, Wat ligt daar? Ripe for contamination. Maar even kijken wat er nou mooi is. Okay. Yes, this is him. Yeah, I called about an hour and a half ago now. Er liggen hier wel een paar objects in, dus die gaan we eerst bekijken. Nu kan daar is de king. Ma'am, please slow down. You're not in line. You're next. Okay, it's coming up. It's in the back. I smell it now. Can you smell it? You smell it? It smells good. And you want some what? Spanish macro? You? Yeah, did you get my email? Back off. Thank you so much. Have a good day. Sure, dan gaan we nu weer terug naar de truck. Ma'am. Ik heb het bijna gezien, jongens. Waar waren die drugs nou ook weer? Hier was nog een trappetje. Nee, je hoor. Wat zou hij gebeuren? Wat is dit? Ze hebben het op mijn woorden gezien. En naast naar Gent, ik wil geen onnodige ongenodigdheden. Zit je al Chinatown? Daar. Is hij nou al gepoisoned? Ja, volgens mij wel. Oké, dat hebben we gepoisoned. Next. We moeten kijken of ook nog een andere manier is natuurlijk. Want dit kan natuurlijk nooit alles zijn. Zou je voor altijd dat helemaal niet gaan doen, die drugs pakken. Always have a plan B, guys. Always have a plan B. Objects of interest ergens. Daarin. Daar weer die vent ligt erin. Is dit? How you doing? Oyster sauce, brown rice, broccoli. Wat zullen we daar shellfish, calamari. Fresh seafood stir fry. Come get this what stir are you fry. On? Fresh vegetables. Yeah. Hey. Hey, Pam. Hi. Fuck is die? Ik heb hem.
Nu moeten we doodstil zijn, want het ging niet echt zoals ik had gepland. Het ging helemaal niet goed, dit. Maar ik zou eerlijk zijn, ik vond het wel te makkelijk. Voor mij komt er nog een objective. Alleen dieven. Oh, vrouwen niet. Dat zijn ze weg, geloof ik. Nou, doe maar. Voorzichtig naar de uitgang te brengen. Ik weet het, non-target casualty. Maar ze ging me verraden. Die moeten we ons naar de uitgang begeven. Kut is jongen, SWAT team is er ook. Find anything? Area is clear, no sign of. Requesting backup! Dispatch, remember Jonestown? Well, we got another one just like it. Andere rang. Daar is er nog een jongens. Daar is de uitgang. En we zijn weg. Spare some change for all four. Oh god, there's coffee in there, you fucker! Is dat Birdie? Oh nee, hij is de man. Oh, daarom heet hij Birdie. So bring your mean ass to my home. I need information.
Well, that's my business. Information. Zonder vogelpoep. You need information? I find information. At a price, of course. You're damn right at a price. Of course. Girl named Victoria. The agency wants her bad. I need to know why. No, wait. The agency. You want me to snoop around the agency? Were you crazy? Yeah. Yeah, you crazy. Alright, what is it worth to you? Name your price. Well, tools. Gaat hij de zilverballers weggeven? Nee, toch? Now listen to the city. If anyone mentions the girl, you know what to do. I'll call you. You do that. Geef ze wat pistooltjes weg. Right, dit vond ik wel heel makkelijk. Moeten we er nog eentje achterna, jongens? Want dit vond ik wel heel erg makkelijk. King of Chinatown was de volgende missie. Continue. Waiting. For what? Oh nee, gaat hij nou weer lager? Framerate dropt weer naar 1 of zo. 8, 9, 10. Daar gaat hij weer. Still have a chance. I would send in one of the teams, but this is a job. 47. Oh, nu gaat hij weer naar 1. 8, 9, 10. 1, 2. Frame rate. Kom op. Dit gebeurde me anders niet bij het eerste level. Dat hebben jullie meegemaakt, hè? Dit gebeurde me niet bij het eerste level. Misschien is het gewoon mijn computer die traag is op dit moment. Ik ben toen een nieuwe computer. Ja, dat is Diana. Take the girl and run. I cannot be part of this anymore. I promised Diana to keep you safe. Hebben we die broeders telefoonnummer gegeven dan? Yes. Terminus Hotel. Room 899. Part 1. Terminus. So that's my birth to question, Holmes. And the answer came back in the shape of a name. Blake Dexter. An arms industry VIP who seems to have taken a special interest in your girl. Dexter occupies the terminus's top floor, and his thugs have the place sealed off tight. Still, a man of your skills and resources should be able to find several access points. Good luck, Holmes. Gain access to the floors. Ligt hier nog wat? Dan ligt het echt serieus allemaal hier zo. Terminus Hotel, jongens. Damn, dat is goed. Wat stond er nou? Hotel Terminus. Deteriorated. Late 19th century by the look of it. Should provide several entry points. Dat klopt. Heb ik geen kip over deze, net niet over deze straten. Ze rijden er allemaal langs, maar niet deze straat. Dat is natuurlijk dat 47 uur ontloopt. Ik ga
beneden. Kijken of hier nog wat ligt. Nee. Oké, dan gaan we verder. Ik serieus helemaal geen instinct. Fuck man. Dat is een flashlight. Misschien wat anders. Nee, alleen is orange. Oeh, je hoort echt dat geluidje. En dan even mee. Hier geen container? Nee. Dan Oeh, dat kan ik wel doen. Zo. De vraag is, waar moeten we nu heen? Ik moet wel een stuk naar boven, zie ik. Maar ik zag daar iets waar ik op aan. Ja, die score halen we daar wel weer op, jongens. Body found it, kan niet, het ding is dicht. Gang of shaped gorillas. You got the sweet gig down here, man. Hey, you better get used to it. Do I know this guy? No, I don't. Fuck. Wow. That'd be great. You're the best, buddy. If there's someone you could return. Ringside tickets, don't you? Hey, dickwad, hold up, I'm talking to you. He's real good. Blood, sucker. Nice work, 47. You sure are a resourceful son of a bitch. Ooh, you're approaching the lion's den now. Thugs you encountered are gonna have the 8th floor completely under lockdown. Now, Blake Dexter. He enjoys his privacy, and sneaking into 899 is not going to be an easy task. And to make matters worse, this is protected by a seriously nasty bodyguard who will not, I repeat, not take kindly to trespassers. So you should probably look to get off at a lower floor and look for a more subtle entry point. But what am I saying? A pro like you, you probably got the whole thing figured out, don't you? Alright, go get him. Is
elevator problems all day. They're been. Are the stairwells secure? I know that guy. Ooh, it wasn't that nice. Hey, didn't you used to date my sister? Huh? No, I know how to turn it on. I know how it's done. Just want to make sure that you know. Okay, let's say I forgot, okay? Why don't you... Oh, what, you think I should fucking recognize you? Bam! What? What do you think? How lame are you? Oh, yeah, that's right, baby. You keep the fucking hands up, okay? Right, don't shit, you move a fucking muscle. I'll blow your fucking head. Come on, a big tough guy like you? You don't want to hide behind... Hey, what is this asshole trying to... Eentje naar binnen lopen. Not good. Shit man, nog meer. Freaking man. Hey guys, get over here for a minute, will ya? Something smells fishy. And rancid. It's like a butchery. Jesus Christ. Not a damn thing. Okay, lock and load. This is our moment to shine. Er staat zo'n vent die ik niet vertrouw. Hij zit niet op iedere keer lopen. Kamer uit. Als ik snel ben. Any sign? I got nothing here. Snel, schiet op. Bastard!
jammer. Jongens, ik zal de volgende keer verder gaan. En dan zien we hoe het gaat. Oké, laters.